elegie voor Hussein Gaban. Tussen twee stormen leven wij. Spoelende zeeën, aanstormende herfsten en stralend of verduisterd het oog van de zon. Als een octopus in de woestijn is jouw enige overlevende regel. Over je einde raasde de laatste storm aan. De verpletterde wil verpletteren. De verslondene verslindt. En wie door angst is ingepakt als een brug door kristal, is een vluchteling onder alle daken. Nog één hulpeloze engel. En toen trok jij de vrede tegemoet in de door jou opgeroepen laatste storm. Ja, mooi. Erg mooi. Nou ja, toen ik 16 was en voor het eerst aan mijn moeder zei van, goh, ik ga naar Harry en Willemien. Vroeg ze alleen maar, oh, hoe ga je daarheen dan? Nou, ik ga liften. Dat had ik nog nooit gedaan, maar... De Rolling Stones leerde ik dan... Nou, dat was al wat eerder. Daar was ik al wel naar gaan luisteren, maar de platen hoorde ik dan bij jou en de Dylan-platen. En daar heb ik ja, bij jullie voor het eerst naar leren luisteren. En ik voelde me hier begrepen. En dat had ik nergens. En ja, dat was natuurlijk, ja, zeker als je 16 bent. En, nou ja, een dichter blijft altijd 16, dat weet je. Ja. Ja. Ook al was je dan lichtjaren ouder dan ik, ja, altijd. Ja, altijd 16. Ja, de rock'n'roll leerde ik van jou. Doorgronden. Ja. De verandering. De andere tijd die hing hier ook in de lucht. Poëzie was bij mij heel gauw ontzaggelijk belangrijk, ook nog. Geen idee had wat poëzie was. Misschien heb ik dat nog wel niet. En een van de eerste dingen die ik geschreven heb, toen het op papier stond, ik bedoel als uitleg, hè, niet de versjes, maar de uitleg ervan. Nooit mag de eerste wet vergeten worden, de wet van de tegenwerking. Ja. Die moet altijd wel ergens doorheen, ja. Of er nou een papieren muur is, of een bakstenen muur. Je moet ergens doorheen. In die tijd werd er trouwens veel meer gepraat dan nou, hè. Ik kijk nooit televisie, maar soms vang ik wel eens een glimp op. Ik vind een mooi beeld daarvoor vind ik wel het gedoe van Pauwnet. Ja. Dat is toch ja. Niet praten? Nee. En de spelletjes en de quizzen, dat is ook niet praten. Want voor de rest wordt er niet meer gedacht en gepraat. Denken ze dan volgens mij ook behoorlijk stil. Ja, dat is mijn idee. En de poëzie staat daar komrij, stokstijf, stil. Maar ja, dat is toch niemand met me eens, dus dan dat zwijg ik maar over. Eens zijn de mensen het toch nooit. Nee. Ze hebben wel allemaal mening. Ja, dat wel. Die moet voortdurend geventileerd worden. Ja, eerst hebben ze een mening en dan denken ze een beetje na. En nee, dan denken ze niet meer na. Maar die mening houden ze. Ja. Ja, ik heb er eens geschreven. Ik struikel van kafhoop naar kafhoop. Ja. Dat komt ook al veel op neer in mijn leven tenminste. Hè? In mijn leven. Nou ja, ik denk dat dat niet zo heel veel anders is bij de meeste mensen. Maar ik denk dat er niet zo heel veel mensen meer weten die zijn die nog weten wat kaf is. Ik zou zeggen, doe je ogen op en kijk om je heen. Ja. Ja. Het was een hele mooie tijd toen. Ook om daar zo in te kunnen geloven dat er verbetering mogelijk was. Ja. Dat was een hele mooie tijd, want dat gaf heel veel hoop. Ja. En die hoop was een prachtige energie. En die was ontzettend creatief. Ja. En die gaf je heel veel... En zonder hoop gaat het echt niet. Nee. En ja, het woord geloof kun je ook noemen, hè. Zonder geloof gaat het ook niet. Als je niet gelooft in socialisme, dan
krijg je ook nooit een Job den Uyl en nooit de tijd die je toen had, hè? Nee, ja. Nee. Maar ja, goed, dat zijn dingen die ook niet meer, die er gewoon ook niet meer zijn. Ik bedoel, bevlogenheid is natuurlijk... Ja, is ook een beetje verdacht, hè? Nou, ja. Is Willemien nog in de kamer? Willemien, ben je er nog? Absoluut. Uitlegging aan de wereld is natuurlijk... Dat is een beetje overdreven. Marsman zei, ik ken het heelal. Dat is ook een beetje onbescheiden. Je zou kunnen zeggen, het heelal en ik, en nog beter de wereld en ik. Ja. En nou is het vaak alleen ik en niet ik en de wereld, wat toch al beter zou zijn. Dat bedoel ik alleen maar. Ja. De Nederlandse poëzie is vaak zo'n klein bedompt kolenhok, hè? Wat allemaal een beetje zwart stof is. Maar ja, dat is een opvatting. Die kleur blauw is mooi, hè? Ja, dat is heel mooi kleur. Ja. Ja. Jij hebt altijd, als je weer een gedicht geschreven had en je kwam beneden en ik zat met Willemien te praten, drukte je dat me heel vaak in de handen. Oh, dat weet ik helemaal niet meer. En dan zei je, ja, je hoeft er niet te lezen hoor, want poëzie interesseert jou toch niks. Ja. Maar lees het maar even. Nee, dat is... Oh. Ja. Nou, dat was wel heel erg, hè? Hm? Nee, dat was ook heel mooi, want je was natuurlijk opgewonden over wat je net nieuw gemaakt had. Hm. Dat heb ik trouwens nog. Ja, nou ja, dat is ook heel belangrijk. En dat je ook altijd het gevoel had, en dat ook wel zei, dat jij... altijd dacht dat ik het wel zou moeten snappen en het wel zou begrijpen. Omdat ik wel het gevoel voor de dingen had. Ja, misschien dat ik dan bang was dat ik mijn neus weer stoot of zo. Dat zou het dan kunnen zijn. Nee, maar goed, je zei dan ook van, ja, maar je hoeft het niet te lezen. En ik las het wel. Ik begreep het niet allemaal. Maar goed, dat lag natuurlijk ook aan mijn gebrekkige inzicht. Nee, aan niet gebrekkige inzicht, aan de antenne. Sommige mensen hebben een antenne voor poëzie. En in Nederland komt dat heel weinig voor, gezien het succes van een zekere iemand die er nu niet meer is. Maar de antennes zijn hier een beetje uit voor poëzie. Ja, maar die waren er nog nooit, want daar had jij het vroeger ook al over. Nee, die waren er eigenlijk maar heel weinig. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar eigenlijk kun je misschien wel signeren. Nu? Ja, waarom niet? Nou, omdat ik de goede pen niet heb hier, nou, volgens mij. Ik heb hier wel een goede pen. Ik moet wel een dun schrijvende pen hebben. Hier, dit is een dun schrijvende zwarte pen. Het is wel een mooi dik boek, hè? Dit. Ja, dat is heel en het titel is natuurlijk al verkeerd, hè? Dat moet niet heten in de watermeergebieden, maar de waterwindgebieden. Oh? Het is in 2003 herdrukt trouwens, wel met een paar erge fouten eruit. Maar waarom staat er dan in? Omdat het een vergissing is. Van jou? Een poëzie is... Ja, nou, ik vond dat het toen in de waterwindgebieden moest heten. Ja, ja. En nu vind ik dat het een verkeerde titel is. Ja. Dat het de waterwindgebieden moet zijn. Zo. Meer bedenk ik er niet bij, maar dan schrijf ik onzin. Ja, dat... Goed. Dopje ik in mijn hand. Zo goed? Ja, natuurlijk. Het is geen cadeautje wat je nu geeft, dus wees gerust. Maar ik wil je het even laten zien. Want die kreeg ik van die man, van die tweedehands platenzaak. Hij zei, ken jij dit? De Eureka Brassband, ja, die herken ik wel, ja. Ja, maar hij vroeg dat aan mij. En daar ik heb ik ook dat. Muziek van. En ik ken dat van jou. Van Folkways, ja. En dat kreeg ik cadeau in een tweedehands platenwinkel. Oh. Omdat ik zo enthousiast vertelde over die band die ik gezien had. En ik zei, ja, dit ken ik van Harry. Ik mis de muziek wel.
Oh, die mis ik heel erg. Nou, dit is hartstikke goed, ja. Een zoon. Mijn vader, de maan in het laatste kwartier, liep in een lange jas. Hij werd wat gotisch. Hij bouwde zijn huis in de velden aan de rand van de stad. Vader, vergeef het me dat ik je opzeg, zoals ze jou opzegden, de niet aflatende machines in de fabriek die het leer streek. Daar ginds in de Tweede Emma-straat. De ijzeren liniaal stak schuin uit de la, scherp als een naaldhak dwars door je maag. Wekenlang zweeg je, maar je tierde inwendig, zoals een groot vat op een ziedende vlam. Bijna alles aan goeds is te weinig, te weinig. En ik hield van je, want ik moest je toch eren.